Goedemorgen allemaal. Welkom namens de diensten Duurzaam Milieu en Natuurbeleid, Erfgoed en Gebiedsgericht Beleid op onze alternatieve landschapsdag. Ik geef graag meteen het woord aan Jan de Haas, gedeputeerde voor Milieu en Natuur. Dank u wel, Joke. Ik hoop dat ik ondertussen ook online ben. Ik denk het wel. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom. Ja. Ben ik er? Ja. Goedemorgen allemaal. Het is jammerlijk genoeg vandaag weer op digitale wijze dat we vergaderen. Nochtans is samenwerken nodig voor te werken aan landschappen. Samenwerken tussen overheden, verenigingen, inwoners. En samenwerken, dat doe je natuurlijk het beste als je ook elkaar eens af en toe kan live ontmoeten. Desalniettemin gaan we proberen u vandaag langs deze weg ook uitdrukkelijk te inspireren. En we gaan dat doen door terug te kijken, zeker op de voorbije 10 jaar. En een van de dingen die daar natuurlijk in opvalt, is dat het werken aan landschappen soms heel traag gaat. En ik geef het voorbeeld van UNESCO, erkenning voor de koloniën, waar Filip zeker zal vertellen dat het 20 jaar geleden begon. Het gaat traag, maar uiteindelijk zijn de resultaten er ook. Voor ons politiekers is dat soms moeilijk, omdat we graag redelijk snel resultaten hebben. Niet te zeggen binnen de legislatuur natuurlijk. Maar we kijken naar het verleden en we maken zo een sprong naar de nabije toekomst. En er liggen daar heel wat uitdagingen op de plank. Uitdagingen, dat wil ook zeggen heel wat werk op de plank. Want de nabije toekomst voor landschappen zijn natuurlijk de periode waarin dat we die ook gaan moeten voorbereiden op het veranderende klimaat. Dat vraagt heel wat acties, bijvoorbeeld tegen verdroging. Maar eigenlijk is er ook veel vraag, er is ook veel draagvlak, maar vooral veel vraag en veel verwachting van de burger. Zeker nu corona, minder te zeggen, achter de rug is, maar ook nog volop bezig is. Hebben we gezien dat de mensen graag diep bij huis gaan genieten. En ze hebben het ook veel beter leren appreciëren. En ze vertellen er ook over. Dus we hebben daar een goede compagnon de route gecreëerd onvrijwillig. Maar een andere belangrijke uitdaging die ik zeker zie is de vraag naar meer bebossing. En dat is natuurlijk binnen de kwestie hoe maak je het evenwicht. Met het respect voor alle andere doelstellingen binnen die landschappelijke en open ruimte. We staan ook aan een iets verder kijk vandaag. De oproep van de Vlaamse overheid met betrekking tot de landschapsparken en de nationale parken is natuurlijk een impliciete erkenning dat werken aan natuur en landschap dat belangrijke item wordt in de komende 20 jaar, want eigenlijk is daar een tijdsvenster 20 jaar. En met onze provincie, ik denk dat we de enige zijn, met zoveel oppervlakte, kwaliteitsvolle natuurgebied, met heel typische landschap. Het heeft dan ook geresulteerd in 7 gebiedscoalities die een kandidatuur hebben ingediend. Wij kunnen maar hopen, en zeker ik dan natuurlijk als gedeputeerde voor klimaat, water, toerisme, biodiversiteit, recreatie. We kunnen alleen maar hopen dat er van die 7 voldoende kunnen doorgaan naar de masterplanfase en dat we dan achteraf aan het einde van die masterplanrit ook kunnen doorstoten naar echte erkenning. Natuurlijk, we gaan daar alles op alles zetten om daaraan te werken. En ik mag niet nalaten om al diegenen die ook daaraan meegewerkt hebben het afgelopen jaar, die zeker te bedanken. En ongeacht de afloop, we gaan daar zeker een dynamiek in gang gezet hebben die we niet meer kunnen stoppen. Maar weet, tussen droom en daad staan er soms wat. Het is een citaat van een Antwerpse schrijver die heel veel in Herselt, in Blauwberg ging wandelen af en toe. En schot, om niet te zeggen. Dus ongeacht of we nu wel of niet doorstoten met die landschapsparken en de nationale parken, denk ik dat de dynamiek is. Dus goedemorgen nogmaals. Mezelf. Zei ik daarnet, dat werken aan landschap misschien traag gaat, maar het blijft dynamiek.
Het blijft dynamisch. Het is verbonden aan elk landschap. Want een landschapsvisie is eigenlijk maar een momentopname tussen heden, waar het verleden, van het heden bedoel ik, en waar het verleden misschien een inspiratiebron is, maar van waaruit je direct naar de toekomst kijkt voor nieuwe en toekomstige uitdagingen. Ik denk dat het vandaag een leerrijke, inspirerende voormiddag kan worden. We hebben een aantal heel dynamische gebiedscoalities gezien achter de kolonies. De Campus Heuvelrug, de Schijnvallei en het Groen Kruis. Hoe ze dat gedaan hebben, dat komt u vandaag te weten. En dat is ook de reden waarom ik u zeker een heel boeiende landschapsdag wens. En ik spreek ook de hoop uit dat wij weldra, betere tijden, elkaar live kunnen ontmoeten. Is het niet in een vergadering, in een, hoe zou ik zeggen, in een aula, dan toch ergens op het veld, in de natuur, op een, in de open ruimte, in een of ander landschap. Veel plezier en goed luisteren. Er is zeker wat te rapen voor de inspiratie. Dank u wel.